Oh nee, daar gaan we dan. Ik maak het mezelf wel weer moeilijk hoor. Ik doe gewoon een extra challenge in een challenge. Gewoon dit helemaal zonder antidote. Toppie! Yo, Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En welkom bij aflevering 4 van de Water Type Only Challenge in Pokémon Sword. We mogen dus alleen maar water Pokémon gebruiken. En vandaag gaan we naar de allereerste gym, naar de gym van Milo. En hier komt hij aan hoor, met zijn Wooloo. Kijk hem gaan! Ja, Wooloo is nog steeds een van de tofste Pokémon van Galar. Je kan er niet omheen. En ik kom straks jou halen, jongen. Ik ga tegen jou battelen, vriend. Ik heb er zin in. Even wat potions inslaan, want die kan ik wel gebruiken. En even snel met Sonja praten. Ik skip gewoon helemaal door dit verhaal met Sonja. Wil je mijn playthrough zien waarin ik helemaal wel op het verhaal inga? Want dit is inmiddels de derde keer dat ik Pokémon Sword en Shield speel op dit kanaal. Ga even bij die playthrough kijken. En doen wij nu dit. En toen stonden we opeens in het stadion, waar we natuurlijk wel even een Pokeball gaan pakken bij de Pokeball Guy. En dan gaan we snel het stadion binnen. Ja, en dit zou best wel eens een lastige kunnen worden natuurlijk, want we moeten wel tegen grastype Pokémon, die super effectief zijn, tegen mijn watertype Pokémon. Dus het is helemaal niet gezegd dat we deze zo makkelijk gaan winnen. Dit zou best wel eens een challenge kunnen zijn, maar ik heb wel een paar goede counters, dus daar gaan we voor. Ja, de eerste keer dat ik in dit stadion binnenliep, ik vond het zo tof. De eerste gym challenge, met Wooloo's nog erbij ook. Helemaal fantastisch. Let's go battle. Want ik heb dat kleine beetje XP nog nodig, hè, voordat ik straks naar Milo ga. Ik heb op zich wel goede counters. Oeh, gelijk een Gossifleur. Mijn David Jones is misschien wel een goede counter. Die kent namelijk Aurora Beam. En die is super effective tegen grastype Pokémon. Dit is een ijsaanval. Dit zou lekker moeten werken. Eens even kijken. Die is level 16. We hebben hem voor de helft down. Ja, en daar gaat hij wel voor Leafertje. En dat is natuurlijk ook super effective voor mij. Dus dat wordt nog echt wel een uitdaging, Kyo, jongens. Ik ben heel erg benieuwd of we dit gaan redden. Oké, hij houdt 1 AP over. Hij doet Rapid Spin. Oké, dat is chill. Oh, maar nu is hij sneller. Oh, gaat hij me dan nu zo kwaden? Nee, ik ben nog steeds sneller gelukkig dan Gossifleur. Oeh, dat was wel een goede setup, man. Dat is op zich wel goed gedaan van Gossifleur. Alleen ja, jammer dat hij nog steeds niet sneller is dan ik. Dan had het hem misschien wel gelukt. Oké, gelijk even wat potions gebruiken. Want ik heb Davy Jones nodig, jongens. Biddy! Ja, Bidoo kan het mij met Absorb echt lastig maken. Straks heeft hij ook zoiets als Mega Drain of zo. Dan wordt het helemaal een lastig verhaal, denk ik. Op zich, ik heb wel meer dan de helft van zijn HP down. Hij doet Growth. Oké. Waarom ben jij precies een gym trainer gast? Je moet me gewoon aanvallen, man. Je hebt gras aanvallen. Je moet me gewoon aanvallen. Maar ja, als je dat niet doet, dan maak ik daar graag gebruik van. Dan versla ik je Bidoo gewoon, hè. Geen probleem. Dankjewel. Heb je nog een Pokémon voor mij? Je hebt nog een Oddish voor mij. Oké. Hallo, Oddish. Ja, die Remoraid is wel snel. Dat is wel lekker. Davy Jones is tot nu toe elke keer sneller dan zijn tegenstanders. Dat is super cool. Gelukkig raakt hij me niet met zijn stunspoor. Want ik heb geen idee of ik een Paralyzed Heal bij me heb. Ik hoop het wel. Maar ik heb die in ieder geval niet gekocht. Dus alsjeblieft niet nog een keer stunspoor. Nee, nu gaat hij voor Absorb. Kijk, zie je hoeveel damage dat doet? Zie je hoeveel freaking damage Absorb doet? Dat doet echt heel veel pijn, jongens. Dus ik had dat vaker gedaan als ik jou was trainertje. Maar ja, dat doe je niet. Dus XP is voor mij van een level 17 Oddish. Hoeveel XP is dat? Genoeg dat Reptile naar level 20 gaat. Maar David Jones blijft nog level 17. Ik had gehoopt dat ik hem nog een leveltje zou kunnen trainen. Leah heeft een Bounce Suite. Die heb ik nog niet gezien. En Leah heeft 2 Pokémon. Dus dat houdt in als we de eerste overleven dat we sowieso nog een level omhoog gaan. Dat is heerlijk. Dat heb ik nodig, denk ik, straks tegen Milo. Hij doet ook Rapid Spin. Oké, verrassend, maar helemaal goed. Tenminste, dat hoop ik dat het helemaal goed is. Ja, we blijven sneller. Nice. Ja, het is wel echt heerlijk dat we Aurora Beam hebben geleerd. Dat is gewoon echt een hele goede aanval om grastypes mee te counteren. We hadden het natuurlijk ook gekunnen met Smeagol, maar ja, ik weet niet of Smeagol het had kunnen fixen met Acid. Acid is natuurlijk ook super effective, maar is niet heel sterk. Oké. Weer een Oddish. Ik hoop niet dat hij keihard gaat absorben. Let's go, Aurora Beam. Oké, hij doet weer Growth. Top. Dan ga ik het nu even met Psybeam proberen. Dan hoop ik dat ik Oddish klaar, maar misschien net niet. Nee, dat dacht ik al. Aurora Beam had het ook niet gered, maar hij is wel confused nu. Dus dat is lekker. Sla jezelf, Oddish. Sla jezelf. Nee, Poison Powder. Nee, dit kan ik niet gebruiken. Ik weet niet of ik een antidote bij me heb. Dit zou super naar zijn. Dan heb ik een hele goede setup gedaan. Als ik nou geen antidote bij me heb, dan heb ik een probleem. Dan wordt het echt lastig. Please, please. Laat me een antidote bij me hebben. Ondertussen gaan we nog best wel veel een leveltje omhoog.
Davy Jones, Smeagol, Chewbacca en Jennifer. Dus dat is helemaal top zo. Lekker. Net voor de battle met Milo. Smeagol wil Bubble Beam leren. Eindelijk een wateraanval. Lekker. Dat is zijn eerste wateraanval gewoon. Oké, maar nu de grote vraag. Heb ik een antidote bij me? Ik heb geen antidote bij me. Oh, wat naar. Wat stom dit. Ik heb ook geen berries die dat fixen. Dit is super stom. Ik heb nog wel een Paralyze Heal bij me. Daar heb ik er zelfs 3 van. Waarom heb ik gewoon antidote? Dat kost maar 100. Ik ga in ieder geval maar die Aurum Berry geven dan, denk ik. Ga ik dan eerst maar met Smeagol battelen? Laten we dat gaan proberen. Ik ga eerst maar met Smeagol battelen. Oh, nee. Daar gaan we dan. Ik maak het mezelf wel weer moeilijk, hoor. Ik doe gewoon een extra challenge in een challenge. Gewoon dit helemaal zonder antidotes. Toppie. Dit is de onervarenheid die ik met me meeneem in dit gevecht. Yo, Milo. What up? Ik ben stom geweest, maar ik ga je toch uitdagen. En ik snap nog steeds niet waarom hij niet 6 Pokémon heeft, want er hangen 6 Pokéballs hier zo aan zijn riem. Maar hij heeft maar minder Pokémon. Ik snap dat echt niet. Maar goed, maakt niet uit. Let's do this battle. Milo gooit Gossifleur. En Gossifleur is... leveltje weet ik nog niet. Level 19. Mijn Smeagol is level 20. En mijn Acid is super effective. Gaan we voor Acid? Gaan we het gewoon proberen met Acid? Ik hoop niet dat hij allemaal Absorb moves kent. Giga Drain, Mega Drain. Want dan gaat het me niet lukken. Magical Leaf gaat mij ook verschrikkelijk veel pijn doen. Maar net niet de helft van mijn HP. Dus dat is chill. Oké. Acid. Let's go. Ga ik het redden? Hij doet een rapid spin. Dat betekent dat ik nog, hopelijk nog een keer mag aanvallen. Tenzij Gossifleur nu sneller is. Dat is hij niet. Dus ik mag aanvallen. Heb ik Gossifleur down? Ik heb Gossifleur down. Dat is nummer 1 van de 2. Lekker. Oké. Dit voelt goed. Nice. Bot is level 17. Dan nu, Eldegoss. En wat ga ik nu doen? Ga ik het risico nemen of niet? Ik denk dat ik hem op mijn zwakke Pokémon laat Dynamaxen. Dus ja, ik ga switchen. En ik ga Jennifer opofferen. Dit is een sacrifice van Jennifer. Magikarp, jij gaat een klap opvangen voor mij van Gossifleur. Oh, dit voelt zo slecht. Dit kan je nooit doen in een Nuzlocke Challenge, jongens. Dit voelt sowieso al slecht zonder Nuzlocke Challenge. Milo gaat echt no mercy showen op mijn Jennifer, op mijn Magikarp. Oh, wow, wow, oké. Daar gaat Jennifer. Kijk er spartelen. Oh, ik voel het gewoon in mijn hart dit. We zijn wel sneller. We zijn gewoon sneller dan die Eldegoss. Serieus? Ik heb hem maar liefst 1 HP damage gedaan, denk ik. Oké, Chewbacca. Je gaat dit ook niet overleven, vriend. Oh, je bent ook sneller dan met Chewbacca. Oké. Oké, we overleven dit wel, want hij doet geen grass-type attack. Helemaal top dit. Dan doe ik bite op jou. Dat doet bijna geen damage. Ja, dan gaat het sowieso weer terug. We krijgen zo weer wat HP terug. Oké, maar dit was het al. Dit is de laatste super aanval van Eldegoss. Daarmee heeft hij 2 van mijn Pokémon uitgeschakeld. Chewbacca en Jennifer. Chewtle. En Magikarp. Maar, oké, dit was goed. Ik heb gewoon zoiets van, oké, dit is allemaal oké. Wat ik nu ga doen. Davy Jones eruit sturen. Die is poisoned. I know. Die is poisoned. Davy Jones is poisoned. Maar, Eldegoss is niet meer gedynamaxed. Maar ik kan nu wel dynamaxen. En dat gaan we dan ook doen. En dan gaan we keihard Max Hailstorm doen. Waardoor die dus ook nu geen HP meer terugkrijgt iedere beurt. So, let's go. Ja, ik ben poisoned. Maar nee, het boeit me niet. Mijn Remoraid. Come on! Pak hem aan! Max Hailstorm. Op deze niet meer gedynamaxed Eldegoss. Hoeveel damage gaat het doen? Veel te weinig. Maar in ieder geval is er geen Max Overgrowth meer. Dus dat is top. Het begint te hagelen. Dat is denk ik in het nadeel van deze Eldegoss. Dat is eigenlijk in het nadeel van ons allemaal. Maar vooral in die van Eldegoss. Oh, oké, we krijgen nog wel HP terug. Oh, de Max Overgrowth blijft gewoon nog werken, joh. Nou, dat scheelt wel voor mijn poison. Dan krijg ik de HP die weggaat door mijn poison weer terug door de Max Overgrowth. Dus even kijken of ik dit ga redden. Ik ben heel erg benieuwd. Nog een keer. Een ijsaanval op Eldegoss. Nou, hoop ik dat ik geen grasaanval op mijn bakkes heb. Nee, nog een keer round. Oké, ik ga dit denk ik wel overleven als het een beetje mee zit. Want ik heb natuurlijk inderdaad ook nog die berry. Ja, nice. Dan word ik geraakt door de hagel. Krijg ik wat HP'tjes terug strakjes van de Overgrowth. Man, wat een battle dit. Wat gebeurt er allemaal? Eldegoss krijgt natuurlijk ook die HP weer terug. Dan krijg ik nog een klein beetje damage van mijn poison. Oké, nu is Max Overgrowth weg. En ik denk dat ik dit ga fixen. Volgens mij is dit genoeg. Deze Max Hailstorm van Remoraid. Ja! Lekker. Oké, de tactiek heeft gewerkt, jongens. Sorry dat ik jullie moest opofferen, Jennifer en Chewbacca. Het spijt me heel erg. Geen XP voor jullie. Wel 714 XP voor Davy Jones. Ik ben trots op die jongen. Lekker gedaan. Anyway, Milo is verslagen. En we hebben onze eerste badge binnen. De Grass Badge. Eentje die gewoon
misschien een van de moeilijkste is nu op dit moment in deze playthrough. Wie zal het gaan zeggen? Thanks Milo! Daar is hij weer! De eerste badge, de Grass Badge. In deze watertype only challenge. Die hebben we binnen. En we krijgen de TM Magical Leaf. En nou ben ik benieuwd of ik die aan een van mijn Pokémon kan leren. Oh, we zijn gewoon zonder antidote hier naar binnen gegaan. Eens even kijken naar de TM's die we hebben. Payback, die heb ik al geleerd aan Chewbacca. Swift hoef ik niet te leren. Rock Blast. Davy Jones kan ook nog Rock Blast leren. Man, mijn Rammer Rate is van alle markten thuis. Sick. Scary Face hoeft niet. Pin Missile hoeft ook niet. En Magical Leaf, nee, helaas. Magical Leaf gaat het niet worden voor dit team. Nice, let's go. We hebben de eerste badge. Ja, en dan ben ik heel erg benieuwd, want ik heb de vraag van de dag nog niet aan jullie gesteld. Maar wie uit mijn team moet sowieso in mijn team blijven? En dan zonder Drizzle te zeggen, want dat is logisch. Drizzle is natuurlijk mijn starter Pokémon, dus die moet sowieso blijven. Maar wie vinden jullie dat sowieso in mijn team moet blijven? Is dat Remoraid? Is dat Tudel? Is dat Wooper? Magikarp? Of is dat Timple? Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daar op dit moment over denken, jongens. En ja, dan moeten wij onze weg gaan vervolgen. En dat doen we hier met een duo battle tegen dit duo. Gillian en Cam. En ze gooien een Helioptile en een Klink. Oké, dit is niet heel relaxed, jongens. Dit is niet heel relaxed, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga voor Payback met Tudel. En kan ik ze allebei raken met een bepaalde aanval? Nee, dat niet. En ik denk dat we als eerste Helioptile even uit moeten schakelen. Dus ik ga voor Aurora Beam op Helioptile. Dus even kijken wat het doet. Oh, een Thundershock. Oh, op Davy Jones. Ja, dat doet echt heel veel pijn. Chewbacca gaat voor Payback. Jammer, ik dacht dat ze Chewbacca wel zouden attacken. Maar nee. Oké. Change Beam op Chewbacca. Oef. We overleven wel de elektrische aanvallen, deze eerste twee. Dan ga ik nu Payback doen op Klink. En Aurora Beam op Helioptile. Dan is Helioptile in ieder geval alvast kapot. Dat scheelt al, dat is er één. Dikke doei. Ja, dit zijn lastige battletjes, jongens. En Davy Jones gaat naar leveltje 19. Heerlijk. Chewbacca doet Payback. Ik had dus al verwacht dat we geraakt zouden worden. Maar blijkbaar doet hij nu Charge Beam. En dat is nu langzamer dan daarnet. Oh man. Ik heb de Mudshot nodig van Smeagol. Dit zijn wel een beetje moeilijke battletjes hoor. Hey. Potverdorie man. Gelukkig hebben we Klink nu ook bijna. Maar nog niet helemaal. Want dit gaat hem nog niet worden. Kijk hem nou gaan joh met zijn Charge Beam. Laat me Chewbacca. Nou, het is... Ze slopen gewoon mijn halve team. Ik wou juist Chewbacca gaan levelen in dit gevecht. Nou, dan gun ik Jennifer maar even de XP. Jennifer heeft zich net opgeofferd. Dan krijgt Jennifer nu even bonus XP. Kom op, tackle! Echt 1 AP damage. Maar de Mudshot gaat het natuurlijk wel even fixen op Klink. Hoppa! En die gasten hebben we ook weer verslagen. Nice. Misschien moet ik nu even antidotes kopen eerst. En ik kan wat Great Balls meenemen. Ook nice. Oh, en Super Potions kunnen we nu ook kopen. Ook lekker. Maar in ieder geval even 10 antidotes of zo. Want ik wil niet meer in de situatie komen dat we geen antidotes hebben. Ja, en dan moeten we hier even verder op route 5. We zien daar Wobbuffet, Swirlix en Stuffle. Ik ga al in ieder geval even dat itempie pakken wat hier achter ligt. Yes! Een Shed Shell. En dan moeten we gaan battelen met de trainers die hier op deze route staan. Maar niet voordat we eventjes hier deze Heelballs hebben gepakt. Oh, kijk, Farfetch. Ik wil ook een Farfetch, maar ik mag geen Farfetch in mijn team. Maar ik wil het! Maar het mag niet! Want ik mag alleen maar water-Pokémon in mijn team. En ik moet nu ook nog even tegen een Applin. Ja, dit gaat niet werken. Potverdikkie. Ik heb Davy Jones nodig. Aurora Beam. Hoppakee. Kijk, dit gaat wel werken. Dit werkt een stuk beter. Oh man, ik hou zo van Aurora Beam, jongens. Wat een fijne move is dat. Wat ben ik blij dat we die kennen. We hebben nog 2 trainers hier. Dan ben ik benieuwd of we moeten oppassen. Een Mincino. Ja, daar hebben we niet echt lekkere counters voor of zo. Ja, Chewtle is nog niet super sterk ook. Die heeft nog een beetje moeite hoor met al deze battletjes. Kijk eens. Pound en dan doet het toch wel pijn. Ja, Chewtle die is er nog niet. Die moet echt nodig gaan evolueren, heb ik het gevoel. Kijk hem. Ja, lastig dit allemaal. Hij heeft toch echt even een super potion nodig om dit gevechtje te kunnen winnen. Oh, terwijl zij ook even een potiontje gebruikt. Maar ik heb een super potion. Waterpistool. Ja, dan zit ze nou even mij te kietelen de hele tijd, waardoor mijn special attack omlaag gaat. Dus nu duurt het nog allemaal langer, want mijn watergun doet nou natuurlijk nog minder damage. Kijk maar. Oké. Valt nog mee. Waterpistooltje. Hoppa, 3 leveltjes omhoog. Chewbacca naar level 18, Bot naar level 18 en Smeagol naar level 21. Oh shit, we moeten nog tegen een Steenie en ik wissel niet. Oh, wat stom. Ja, maar dit kan Chewbacca helemaal niet. Chewbacca is niet voor in de wieg gelegd om een Steenie te verslaan, jongens. Hey, dit gaat helemaal niet. Dit moet Davy Jones doen, maar dan moet je alleen nu niet Davy Jones gaan aanvallen. Oké, Rapid Spin, daar mag je me mee aanvallen. Dat is goed. Als je mij dan wel even laat Aurora beamen, alsjeblieft. En niet de hele tijd Rapid Spin gaan doen. Laat mij dit even doen, alsjeblieft. Oké, laat mij dit even nog een keer doen, alsjeblieft. Oh nee, Razor Leaf. Ja, dan is Davy Jones klaar. Ik druk 1 keer op een verkeerd knopje. Laat me nou gewoon even met
met rust. Vergeef me dat gewoon. Ik maak foutjes tijdens deze aflevering. Laat me foutjes maken. Straf me niet gelijk genadeloos af. Kijk, nou moet ik het weer met Tim Pool doen. Dat is toch zonde? Dat is toch nergens voor nodig? In ieder geval, Jennifer gaat naar level 17. Moet er misschien nog iemand evolueren op dit moment? Dat mag van mij. Nee? Oké. Dan is dit het einde van deze Water Type Only Challenge video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal als je Pokémon sowieso tof vindt. En andere Nintendo video's wil zien. Volg me op twitch.tv/Rickachu als je me live wil zien gamen. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!